Hoe lang lag hij er al? Ja, 13 weken. Het is erg populair in Den Helder, het jaarlijkse rondje kleinkunst. Ieder jaar is de culturele zondag stijf uitverkocht. De bezoekers maken een rondje en bezoeken 4 verschillende plekken. De campagne, Rick Nix, School 7 en Cinema 7 Scope. Op iedere locatie kunnen de deelnemers totaal iets anders verwachten. Ja, weer een nieuwe editie van Rondje Kleinkunst. Wat kunnen we vandaag verwachten? Weer 4 totaal verschillende optredens. We hebben bij ons in de campagne Joost en de Jager. Dat is absurdistisch fysiek cabaret. Een beetje Waardenberg en de Jong schudden. Zonder tekst, maar echt heel maf. En in de bibliotheek staat Brit Compagne, dat is stand-up comedy. In 7 Scope, de bioscoop, staan Spruit en Opperman, dat is cabaret met muziek. En bij Rick Nix staat Aaron Elstak en dat is een, echt een kleinkunstenaar die ook gaat zingen en mooie teksten doet. Ja, en is het weer helemaal uitverkocht? Is het weer helemaal bomvol? Het is weer helemaal bommetje vol. Ja, eigenlijk zijn we altijd na een week, binnen een week uitverkocht. Mensen vinden dit zo'n goed en leuk concept. Dus zijn we heel blij mee. Hij hoefde niet zo nodig avonturen. Hij ging elke dag naar school toe, op de fiets. Nou, je hebt net voor de allereerste keer opgetreden. Hoe was het? Het was hartstikke leuk. Ja, echt waar. Het is, dit soort concepten dat je meerdere malen speelt en dat het publiek in zo'n middag rouleert, is altijd superleuk, omdat het vaak middagen zijn waar het publiek super veel zin in heeft. Want ze zijn lekker een dagje weg, ze zien 4 verschillende dingen en is het één en niks. Ja, nou, dan heb je zo weer wat anders. En een lekkere borrel tussendoor. Dus het is gewoon heel gezellig. Ik heb ervan genoten. Ja, en wat doe jij precies? Want er zijn heel veel verschillende dingen. Wat doe jij? Ik ben cabaretier en acteur en zanger. En ik zing in deze voorstelling zing ik vooral heel veel liedjes. Dus ik heb een half uurtje aan mijn leukste repertoire aan liedjes. Een beetje naar verhaal, maar mijn man is ernstig ziek. Oh. Ja, hij griep, hij gaat dood. En het is heel erg. Het is echt. Oh, het is zo. Het is zodra ik de ruimte binnenloop en hij voelt dat ik binnen gehoorafstand ben, doet hij dit. Wat maakt het nou zo leuk om dit te doen voor dit publiek? Nou, dat ze er dus heel erg veel zin in hebben. En voor mij persoonlijk is het fijn dat ik even niet mijn hele voorstelling hoeft te spelen. Want dat is een heel andere dynamiek. Mijn voorstelling heet Toetje. Als ik die speel, dan is dat echt 2 keer een uur met een pauze ertussen. Dus dan voelt dit als een soort speeltuin. En ik kan lekker de interactie opzoeken. Dus dat maakt het heel leuk en gezellig. Reclame, reclame. Reclame, reclame, reclame. Jongen, wat triest zeg. Zet je toch aan het denken, vind je niet? Dat die man er al zo lang ligt. Nee, dat hij gewoon een ja-nee-sticker op zijn brievenbus zal moeten plakken. Is toch zonde van papier, man!